is the flame, heroin is the fuse, LSD is the bomb. Dat was haar. Hallo. Mijn computer en alle elektriciteit in heel mijn huis is daarna uitgevallen. Terwijl ik deze video aan het opnemen was. En ik heb dus niks meer aan die velden. Waar heel mijn computer is uitgevallen, is daar niks van opgeslaan. Dus laten we zeggen dat ik nu die video opnieuw moet proberen te maken. En alle grapjes die ik daarnet heb gemaakt, nu dus fake opnieuw moet maken. Omdat ik zo al weet hoe ik die video heb gemaakt. En dus nu. Dit is echt kut. What the fuck? Ik hoop dat jullie tweede of eerste, of misschien zelf nog niet jullie eerste schooldag hebben overleefd. Stel jullie zijn doodgegaan, dan. Rest in peace. Horen jullie deze video waarschijnlijk niet. Ik weet niet over wie is dat, waar dat je bent als je dood bent. Ik weet het echt niet. Dat grapje had ik ook gemaakt in die vorige video. Het is allemaal fake. Het is ach, kut. In de video van eergisteren hadden jullie ook gezien dat het PewDiePie merch is. PewDiePie is een goede vriend van mij. We chillen veel. Ik heb het zelf gekocht. Ik heb... die grap had ik niet gemaakt daarnet. Chill. Zomer is bijna gedaan. We gaan bijna allemaal weer dood. Behalve de mensen die niet naar school gaan. Ik ga jullie tonen hoe je hard flext op het strand. Niet dat jullie dat nodig hebben, want de zomer is gedaan. Maar hoe je hard kon flexen op het strand. Daarvoor roep ik wel de hulp in van mijn savior. De persoon die alles kan. Het voorbeeld die je... Hallo dames en heren, welkom. Het voorbeeld dat je moet hebben in je leven. Je idool zonder je hem zelf kent. De guy, de man. Wacht, ik weet zijn naam niet. Let's go, ja. Yeah, let's go. Hij heeft zijn banner geüpdate. Hart, jullie die afgetrainde fitness body. Rapper Shores is het voorbeeld van iedereen. Of ken je deze guy niet zelf? Al luister je zijn muziek niet. Van deze man leer je alles. En vooral van deze video. De beach sessie laat hem zien hoe je moet poseren op strand. Model shooting poses en meer. Dat is alles wat je moet hebben in het leven. Deze video is de bron van leven. Deze video moet je kijken als je depressief bent. Deze video moet je kijken als je niet meer weet wat je moet doen in je leven. Daarom ga ik deze video nu ook kijken voor de tweede keer. Ik heb hem daarnet ook gezien. Maar ik ga doen alsof dat de eerste keer is. Let's get it. Hoe je goed moet poseren op het strand. Woe. Woe. Dit. Zien jullie die traps? Zien jullie die traps? Oh, what the fuck. Hier kunnen we veel van leren. Je ziet het zelfvertrouwen in zijn gezicht. Ik weet niet waarom is het met zijn tatjes, waarom er zo'n rare indrukking in zit. Misschien, ik zag niet dat het zo is. Misschien steroids, ik weet het niet. Maar... ik vind dat je een lekker lichaam heeft, meer niet. Ik bedoel gewoon, yeah, let's go, hij heeft een lekker lichaam, ik zou hem doen. Wat is dit? Caption this. Wanneer mag je ooit dit gezegd? Wanneer doe je dit? What the fuck is het? What the fuck? Dit is het gezegd die je maakt als je harder aan het schijten bent ofzo. Dit is gewoon rapper Shores met die enge gezichtsuitbeelding om harder te flexen. Hij heeft harde traps. Ik ga niet liegen. De spieren hier zijn wel dik. Maar alles eronder is echt... fucked up, bedoel. De streep tussen zijn armen, ik weet niet op wat het lijkt. Maar het lijkt meer op een kontgaatje dan op iets anders. Dit is hoe je flext op het strand zonder jezelf van schut te zetten. Deze haarlijn samen met dit gezegd en... let's go. Oh shit. De vlogpose moet er natuurlijk ook bij. Even die enge vlogpose. Ik wil niet zeggen dat je lelijk is of zo, man. Het is geen plaatje. Kies niet zelf voor je uiterlijk. Het is niet dat je zelf mag kiezen hoe je eruit ziet en zo, man. Het is niet de pose waarvoor je gaat op het strand om chickies te pakken. Dit? Nee. Kan je niet maken. Doe dan beter die. Werk beter, snap je? Ik weet niet of hij die meisjes heeft betaald. Of zijn moves werken gewoon. Ik begin te twijfelen aan mezelf. Misschien werken die dingen wel die hij doet. En scoort hij zo meisjes met grote watermeloenen. I don't know. Maar hij geeft ze wel een high five. Dus ik denk dat hij ze waarschijnlijk ook wel na de video heeft hij ze waarschijnlijk meegenomen naar zijn VIP hotelkamer. Het is elk hoekje van de kamer getoond. Snap je? Oef. Ja. Hij weet duidelijk wat je aan het doen is. Deze muziek is copyrighted, dus ik moet elke 3 seconden uitzetten. Snap je? Anders ben ik low. Want de vorige keer dat ik een video heb gemaakt over deze guy, over de yeah, let's go guy, heeft hij een paar vuile mails gestuurd naar mij waarin hij mij aan het bedreigen was en zo. Zijn haar is iconic. Tatch. Nice tatch. Ik kan er een smiley van maken, denk ik. In een ander leven was ik kunstenaar en dan deed ik deze dingen dagelijks. Dit is rapper Shores Tatch. Nice. Mooi is ook de haar langs de zijkant. Ik vind daar duidelijk wel gelijkenis te zien is. Ik bedoel, hij heeft ook het haar en zo en de tatjes. Zijn gezicht is gewoon hetzelfde als zijn tatch. Mooi tatch. Oef. Afgetraind.
afgetraind, duidelijk. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer dan maar weer. Ik zag dat niet meer. What is the yeah, let's go. Ik ben niet voldaan. Ik ben bekend geworden door je yeah, let's go. Ik hoor geen yeah, let's go in deze video. Ik wil het horen. Mijn mededeling aan iedereen heeft psychische problemen. Carrière als rapartiest is gewoon geweldig. Elke dag op tv, overal kennen ze mij. Waar ik ook maar loop. Jan Rijdt Rond is een super programma. Heb uitbarstingen op straat in de sportschool. Een fan tijdens een optreden bijna aangevallen. What the fuck? Ik kan nog steeds geen yeah let's go in deze video. Waar is die yeah let's go? Ik moet beter zoeken denk ik. Je bent jarig. Een eigen bruiloftsrap. Je wil diegene bedanken die altijd voor een ander klaarstaat. En wilt je eigen gepersonaliseerde video... Ik wil mijn eigen gepersonaliseerde video! Dan mail naar derappershorspeter@gmail.com. Dag, yeah, let's go! Oké, maar ik wil wel een gepersonaliseerde videoboodschap. Binnen enkele uren antwoord terug. We gonna do this. Ik weet niet hoeveel wij gaan vragen voor een mail, maar... ga even Shores mailen, want ik wil echt heel graag een gepersonaliseerd videobericht, snap je? Zijn e-mailadres is... shoresbekendvantv@gmail.com. En ik wil een gepersonaliseerde videoboodschap. Yeah! Let's go. Ik kan vragen of hij zegt yeah let's go. Maar dat heb ik al 1000 keer horen zeggen. Ik wil iets leuk. Oké, ik heb het gevonden. Ik weet wat ik hem ga laten doen. Ik wil dus een videoboodschap waarin hij zegt dat Shaquille grote Mongool is. En hij mag hem ook dissen. Maar Shaquille is stout geweest tegen mij. En in bijlage heb ik een foto van Shaquille toegevoegd. Nice. Nu hopen dat ik snel antwoord terugkrijg van deze vriendelijke guy. Donnie. Ja, dan ben ik gefokt. Waarschijnlijk gaat het fucking veel geld kosten. Want snap je, hij heeft geld nodig om deze shit te doen. Maar ik wil een gepersonaliseerd bericht. Dus hopelijk reageert hij snel. Snap je, er staat bij. Ik ben in enkele uren antwoord terug. Dus hopelijk krijgen we een reactie. Zo niet, dan fuck die shit. Zoals jullie zien, zijn we in de stad. In de city. Hey, dit zijn zijn ouders. Dit is mama Shores en papa Shores. Nice. Die mensen gaan niet roosten. Bedoel, ze hebben ook niet gekozen voor dit kind. Zeg, yeah, let's go. Zeg, yeah, let's go. Ik moet nu yeah, let's go zeggen. Al zijn in deze video geen yeah, let's... Woe. Nope, 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 nope. Kijk, dit snap ik al helemaal niet. Ik weet niet of hij bekend is in Nederland of zo. Of veel mensen deze guy kennen. Betaalt hij deze mensen om een foto te nemen met hem? Zegt hij dan van, yo, het is voor de vlog. Ik wil even een foto, dat jullie doen alsof jullie een foto maken met mij. Ik weet het niet. Waarom zou je een foto willen met deze guy? Zodat hij hem kan uitlachen of zo. Wil die opa kijkt ook zo van, yeah, let's go. Dit is fucked up. Deze guy heeft talent om yeah, let's go te zeggen. En daardoor is hij bekend geworden, maar... Oké, ik zou ook een foto vragen als ik hem zag in het echt. Ik ga niet liegen. Haters gehad, er wordt geroepen dat ik stoppen moet of dood moet. Oehoeho. I'll be back met deze rap, yeah. Want ik ben rapper, yeah. Hij heeft het niet gezegd. Hij zegt yeah, maar hij zegt geen let's go. Kijk, als je deze video ziet, Shores, alsjeblieft, zeg... yeah, let's go. Enig waar je goed in bent. Kijk, deze titel van zijn video vind ik sowieso al geweldig. Showtje Air Amsterdam niet uitverkocht of toch wel. Dit is zo'n titel waar je wel op klikt. Ik wil zien of het uitverkocht is of niet. Ik wil zien welke mensen er naar zijn show gaan. Dus kan ik de race tegen de klok niet winnen. Maar deze zomer zullen wij samen over... Dit is duidelijk playback, ik bedoel... ik wil gewoon zijn stem live horen, niet deze shit. What the fuck? Yeah. Zie je deze mevrouw kijken? Zie je haar gezegd? Zo had gezegd van... what the fuck ben ik hier aan het doen? Wat is dit? Hoe kan het dat hij die club vol zat? What the fuck? Komen al die kinderen daar naartoe aan me uit te lachen? Kan toch niet dat je die muziek echt goed vindt dat je het gewoon live wil zien? Wat is dit? Kijk, is het uitverkocht of niet? Heeft hij de air nu uitverkocht? Ik weet het ook niet. Kijk, al die kinderen daar gewoon hard gaan. What the fuck? What the fuck? Ik snap het niet. Ik weet het niet. Misschien deed hij de pre-show. Als hij zelf een show had, dan heeft hij echt wel die zaal helemaal gevuld. Ik heb heel veel vragen. Ik snap helemaal niks. Mijn vorige filmpje heb ik hem ook zien fitness. Maar nu, ik denk dat het harder is geworden. Hebben jullie die traps gezien dat hij had? Ik denk dat hij echt die fitness god geworden is. Het is nog altijd zijn tuinfitness. Heeft die enge installatie in zijn tuin staan? Wow. Wow. Huh. Waarom zit er een handdoek in zijn mond? Yo, deze oefening is echt hard. Wow. Oeh. Oeh. En dat is dan ook de video. Daar stopt het gewoon. Van 1 minuut en 3 seconden. Oeh. En dan stopt het. Ai. Dit is de 1 minuut video van rapper Shores die yeah, let's go zegt. Deze video heeft 450.000 views. Dit is de shit. Dit is de dingen die we nodig hebben. 1 minuut lang. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Yes. Yeah. Yeah, let's go. Yeah. 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 Yeah, let's go. Yeah.
Yeah! Yeah, let's go. Yeah, let's go. Yeah, let's go. That is nice. Yeah, let's go. Yeah! 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 Yeah, yeah, let's go. Yeah! Yeah! Woo! Woo! Yeah! 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 Yeah, let's go. Yeah! Yeah, let's go. Wow. Rapper Shores mapped. Waarschijnlijk een paar bolletjes in zijn mond gehad. Beetje ecstasy. Yeah, let's go. Yeah. Dit is top kwaliteit. Yeah. Dat wil ik mee. Yeah, ben rapper. Yeah. 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 Dit is wel wat meer bij de Rapper Shores. Dus alsjeblieft reageer op mijn mail. Ik heb nog geen reactie. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Misschien krijgen we ook een gepersonaliseerde yeah, let's go. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Mijn naam is Ace. Tot de volgende keer. Bye.